Tim Reserveur, van harte gefeliciteerd. Een 0-2 overwinning bij FC Eindhoven. Het hoeft niet altijd mooi, maar je hebt wel 3 punten. Ja, dat zeg je heel goed. Ja, we willen het wel het liefst mooi, maar het belangrijkste wat er voorop staat is 3 punten. Nou, die doelstelling die we hadden, die hebben we vandaag in ieder geval gehaald. En dat was het allerbelangrijkste, helemaal naar vorige week, omdat we natuurlijk ons een beetje bestolen voelden van die 3 punten tegen Roda. Nou, die pak je vandaag gelukkig terug bij een wedstrijd dat het veel minder loopt, maar wel dat we die 3 punten mee naar huis nemen. Daar ben ik echt hartstikke blij mee. Is het een beetje het omgekeerde gevoel? Ik denk het wel, ja. Ja, ik weet niet hoe Roda zich voelde, want die hadden slecht gespeeld. Maar nu weet ik het wel een beetje. Wij speelden gewoon heel matig. En ja, de eerste helft vooral, de tweede helft hadden we wat omgezet. En toen hielp het ook nog eens mee natuurlijk die goal viel. Dat maakte het wel een stuk makkelijker. Nou, alsnog hadden we een aantal momenten moeite met hun spel. Hoor. Ze waren opportunistisch, heel snelle jongens. Veld heel groot maken. Ja, dan moesten we ook gewoon in de duels komen. Als we die verloren, dan hadden we ook die tweede bal niet. Nou ja, zo was het niet goed, maar wel gelukkig die 3 punten, wat we al zeiden. Je zegt zelf al, vooral de eerste helft liep het moeizaam. Waardoor kwam het volgens jou? Ja, we hadden wel op getraind hoor. We zijn er echt mee bezig met beelden en zo. Maar het pakte gewoon niet helemaal uit hoe wij druk wilden zetten. Ik moet zeggen dat zij ook snel voor die lange bal gingen. Zeg maar, en dat zij daarop anticipeerden met 3 jongens voorin die eigenlijk alleen maar konden rennen. En dan vervolgens, als wij die bal dus ook nog eens hadden, dat het wel niet goed stond. Als we hem dan hadden een keer, dan verloren we veel te snel. Ja. Dan speel je jezelf uit de wedstrijd met die 2 dingen die je dan niet goed doet. Je zegt zelf al dat snelle doelpunt na rust hielp natuurlijk een hoop. Maar je komt ook gewoon een stuk beter voor de dag. Creëert ineens wel kansen en geeft nauwelijks meer wat weg. Ja, het stond tweede helft gewoon een stuk beter. We hadden in ieder geval gewoon duidelijkheid. En alsnog konden er heel veel dingen beter dan wat ik al zei. Want we waren alsnog een aantal keer slordig. Alsnog in de duels dat we dan net soms verloren. Terwijl die dan hadden moeten winnen. Dat het net niet mee zat. Maar het stond in ieder geval wat duidelijker. Waardoor je de tweede helft uiteindelijk een stuk stabieler staat. En als dan die goals vallen, ja, dan is het mooi meegenomen. Dan spoor je die wedstrijd uiteindelijk nog makkelijk uit ook. Kijken naar de statistieken van de laatste jaren, dan kunnen we concluderen dat Almere City geregeld een zeer beroerde competitiestart heeft gekend. Dan is het ook wel eens fijn om na 3 wedstrijden gewoon op 6 punten te staan. Ja, het extra zuur dat je er nu eigenlijk voor je gevoel 9 had moeten hebben natuurlijk naar vorige week. Maar aan de andere kant, deze 3 punten zijn ook wel misschien een klein beetje niet verdiend. Dus wat dat betreft is dat 6 punten, moeten we gewoon blij mee zijn. En nu thuis tegen MVV naar die 9 punten, en dan ziet het er hartstikke mooi uit na 4 wedstrijden toch. Gefeliciteerd en een fijn weekend. Dankjewel, Jouk. Dankjewel.